Maar we gaan over naar nieuws over onze nationale selectie. Voor degenen die het gemist hebben, Shaluk heeft op zijn YouTube-pagina heeft die 3 stellingen neergezet en je mocht voten. Dus we gaan meteen beginnen met stelling nummer 1. En stelling nummer 1 was: als topscorer van de huidige Nacho Suriname selectie is Gleo Filo Vleiter onze eerste keus in de spits. Ja, ja, nee, misschien, of moeten we het anders aanpakken? Zo ja, hoe? Wie mag ik als eerst zeggen? Omdat iedereen het antwoord van Jeff al kent, zullen we met Jeff beginnen? Nou, nou ja, nee, kijk, iedereen kent mij een beetje als een liefhebber van Gleo. En ik heb een beetje een, laten we zeggen, een zwak voor Gleo, omdat ik zijn carrière, zeker vanaf het moment dat hij naar het buitenland ging, een beetje op de voet heb gevolgd. En heeft een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt en heeft zich toch wel geknokt naar de positie van topscorer in het Caribisch gebied. En dat is niet niks, is niet iets waar we licht over moeten denken, want ik bedoel, tegenwoordig heb je een Larin bij Canada, daar hebben we net over gesproken, je hebt de Alphonso Davies, noem maar op, jongens die er al lang bij varen, maar toch is onze Gleo Filo Vleiter topscorer geworden tijdens die vorige kwalificatieronde naar de Gold Cup toe. En ik denk dat hij vanwege die status die hij heeft bereikt sowieso een pre heeft om te starten als coach. Nou is het wel zo dat je moet blijven presteren om die status te behouden, want het is niet zo dat je automatisch, en zeker onze coach die er nu is, die wil wel dat je stappen zet. Maar nogmaals, ik ben nog steeds van oordeel dat je een speler ook het vertrouwen moet geven. En hij moet het natuurlijk dan laten zien. Dus daarom ben ik wel van mening dat de eerste keus nog steeds voor Gleo Filo is op dit moment. Oké, toch even kort. Dan brengen we de stelling in beeld. We laten ook zien hoe men heeft gescoord. Komt ook een beetje overeen met de comments op dit moment. Er zijn toch richting de 45% die zegt nee. Sommigen zeggen misschien of depends, anders aanpakken. Het zijn andere tegenstanders. We kregen moeilijker tegenstanders. Het was maar weinig speeltijd bij clubvoetbal of niet de juiste club. Dat maakt dat hij achteruit gaat en voorbij wordt geschreven. Ik moet er meteen bij vermelden dat Gleo Filo Vleiter nog heel erg jong is. We praten hier niet over een spits van boven de 30 die aan het einde van zijn carrière is. En dat we zeggen van, hey jong, laten we een paar jonge spelers de kans geven. Hij is de jonge speler die je een kans wil geven. Dat gezegd hebbende speelt de club wel een rol. En dan wil ik meteen de kritische vraag stellen. Is het voor hem juist beter om op een hoger niveau te spelen? Of is het voor hem juist beter dat hij meer wedstrijden speelt? Dion. Om mee te beginnen, inderdaad, hij is nog een jonge speler. Het probleem is natuurlijk wel dat hij 22 is en Jeremy Hilterman is 23. Dus wat dat betreft verschilt er niet zoveel in. Ja. Je kan eigenlijk hetzelfde argument kan gemaakt worden voor Jeremy. Nu is de concurrentie. Ik denk dat Vleiter goed zit waar hij is. Ik bedoel, als het is de Israëlische competitie. Het is niet eens de beste ploeg in Israël. Hij moet zich daar knokken naar een startingspositie. Want als hij een niveau lager gaat spelen om wel aan de bak te komen, begin ik me wel enorm zorgen te maken over dat niveau. Dus ik denk dat hij er alles aan moet doen om aan spelen toe te komen bij Beitar Jeruzalem. Want een team op 22-jarige leeftijd die lager in de rangschikking is dan Beitar, vind ik een te laag niveau voor iemand met de talenten als Gleo. Ik moet zeggen dat ik enorm onder de indruk was van, ja, enorm is veel. Maar ik was wel te spreken over Jeremy. Iemand die elke keer zich aanbood, elke keer een loopactie maakte. Het zijn echt de dingen die je moet hem echt bekijken wanneer hij de bal niet heeft om te kunnen waarderen wat hij allemaal gedaan heeft. Hij bood zich iedere keer aan, heeft bijna elk kopduel gewonnen. En het is een hele andere smaak, om weer de zin van Brian te gebruiken, dan Cleo. Is het een ploeg waarbij ze ruimte laten achter de verdediging? Ja, dan kies ik heel erg graag voor Cleo.
Maar ja, ik moet zeggen, Jared die heeft goed gespeeld. Het enige wat wel zo is... Midden Cleo Layabal wel. Oké, en niet iedereen was het eens met dat ons. Dat heb ik ook gezegd in de nabeschouwing. En ik laat me het anders zeggen. Ik denk dat hij het gescoord heeft. Want ook in de Gold Cup op dat niveau heeft hij ook wat kansen laten liggen. Maar naar mijn gevoel, zo dicht op de doelman, Cleo Layabal. Oké. Een van de comments hier in de comment sectie was... Hij had niet meegelopen. Met andere woorden, je moet wel eerst in die positie komen waar Hilterman was, om die bal überhaupt erin te trappen. In hoeverre kan je daarin terugvinden? Ik snap wat men bedoelt, maar in die specifieke situatie was hij gewoon meegelopen. Het was een actie waarbij de vleugelaanvaller de achterlijn haalt. Dus zo ver hoef je ook weer niet te staan. Dus in die specifieke situatie was hij wel meegelopen, maar ik kan de sentimenten wel begrijpen. Jared is elke bal heeft hij een loopactie gemaakt. Elke bal. Het maakt niet uit of die bal helemaal bij Cello Fleiter was voor het strafschopgebied. Hij was al bezig van, pim hem go precies. Charon heeft een aantal ballen verkeerd gepast, omdat Jared zo krasie was om die loop te maken, dat hij het bijna, hij moest het geven. Dus ik snap de sentimenten, maar in die specifieke case, denk ik dat Fleiter er wel zou staan. Oké, omdat we het nog niet erover hebben gehad. Jeff, go ahead, dan wil ik nog Dion nog een vraag stellen. Ja, maar ik ben het ermee eens dat Hilterman een goede partij heeft gespeeld en zich heeft laten zien. Maar we moeten niet vergeten dat Hilterman ook de pre heeft gehad, een beetje het geluk heeft gehad, dat Suriname in de tweede helft totaal anders speelde met het invallen van met name Rossello Fleiter, die een hele belangrijke rol heeft gespeeld, en Abena, die in principe meer ruimte creëerde voor een Sherry op het middenveld, die dan ook meer de acties kon maken en de passes kon geven aan Hilterman, wat in de eerste helft geen sprake van was door de tegenstander Thailand, die ontzettend hoog druk zette, waardoor Suriname eigenlijk niet aan spelen toe kwam en geen combinaties kon maken. En natuurlijk, de ballen natuurlijk niet komen bij de spits. We zagen dat Fleiter één keer in de positie is gekomen en die bal heeft hij niet goed geraakt, waardoor het richting miste en niet is gekomen waar het moest komen. Dus, maar nu komt een belangrijk punt. En Hilterman was ook een beetje balvaster. Nee. Hoeveel daarvan is strategie van Menso? Hoeveel daarvan is de spelers? Om even een concreet voorbeeld te geven. Menso heeft in de persconferentie gezegd dat hij eigenlijk zijn strategie die hij in de tweede helft heeft toegepast, eerder had moeten toepassen. Dus hij heeft daar de responsibility als de bondscoach genomen om te zeggen van, hé, dat lag bij mij. Maar, los van de strategie, een Abena erin verdonk, even ervan uitgaan dat Donk niet volledig fit was en Abena heel erg hoog pressie zette met zijn verdediging en die bal veel sneller losweekte. Een Rossello Fleiter met een verdedige instelling om de bal over te nemen en af te pakken erin voor Diego Bisseswar. En een Hilterman die behoorlijk veel druk zette als spits op restverdediging. En dat is een van de dingen waar, als je van het Van Gaal verhaal houdt, dan hou je van dat woord restverdedigen. Want je wil dat eigenlijk al je 11 spelers continu. En dat is het probleem wanneer je in Portugal met een Bruno Fernandes en een Cristiano Ronaldo speelt. Maar hoeveel daarvan is inderdaad de tactiek van Menso? Dat hij zegt van, hey, we gaan nu druk zetten. En hoeveel daarvan komt van de speler? Want voor mijn gevoel leek het alsof niet alleen Hilterman meer druk zette dan Fleiter op de verdediging van Thailand. Maar het leek ook alsof, omdat Hilterman dat deed, Kappel ook beter ging spelen. Want Kappel in de eerste, totdat hij gewisseld werd in de tweede helft, was een totaal andere Kappel dan Kappel van de eerste helft. Nogmaals, dat komt ook even mede te maken met het feit dat er op het middenveld meer ruimte vrij kwam voor de schakels om die combinaties te maken, waardoor, ja... Maar is dat tactiek
van de coach? Ga je het toeschrijven aan dat de coach de tactiek verandert? Of ga je het toeschrijven aan die drie spelers die erin zijn gekomen, die die tactiek ook daadwerkelijk hebben uitgevoerd? Ik denk het laatste meer, omdat we ook rekening moeten houden met de manier waarop Thailand in de eerste helft druk heeft gezet, waardoor het spel van Suriname grotendeels totaal niet uitkwam en geen combinaties mogelijk waren op het middenveld, waardoor de voorhoede ook nauwelijks in beweging kan komen. Kijk, je moet in deze situatie, wat wij op dit moment aan het doen zijn, is je vergelijkt twee spelers. En je kunt dat natuurlijk is je opmerking terecht dat in principe Geleo in een hele andere wedstrijd zat dan Jared zat. Toch? Dat is jouw argument. Maar je gaat in principe, voor deze discussie, ga je die twee spelers als individuen moeten evalueren. Kijken wat Cleo gedaan heeft, bijvoorbeeld toen we de bal niet hadden. En wat Jaredy gedaan heeft toen we de bal niet hadden. Wat heeft Cleo gedaan toen we de bal wel hebben. En wat heeft Jaredy Hilterman gedaan toen we de bal wel hebben gehad. Cleo heeft in principe geen enkel duel gewonnen waarbij er een 50-50 bal naar hem toegespeeld is. Het zijn misschien minder geweest dan eentje Hilterman gekregen heeft. Maar Hilterman heeft zijn duels gewonnen. Hilterman heeft meer loopacties gemaakt dan Cleo heeft gehad. Hilterman heeft meer druk gezet op de pressie, op de verdediging dan Cleo het heeft gedaan in deze wedstrijd. En goed, het zijn twee verschillende spelers, dus het is een beetje moeilijk te vergelijken. Maar als individuele... Is Cleo dus te beschrijven als een poacher op dit moment of niet? Gaat dat een beetje te ver? Ik kan hem niet beschrijven als een poacher, maar dat is wel een competentie die hij heeft. En het is misschien wel zijn beste competentie op dit moment. Maar je kan hem niet zetten als slechts een poacher, want het is ook iemand die een actie kan maken. Het is ook iemand die een schot in zijn been heeft. Dus hij is niet slechts een poacher, maar het is misschien wel zijn sterkste competentie. Ja. Dus ik wil jullie in herinnering brengen dat diezezelfde Glio Filovreder tijdens de Gold Cup ook zo iets minder begon, maar het vertrouwen kreeg van de coach. En uiteindelijk heeft hij twee van de prachtigste doelpunten in hele moeilijke posities gescoord. En daarmee ook wel zijn kwaliteit laten zien. Dat hij dus ook tegen tegenstanders die Suriname moeilijk hebben gemaakt. Ik bedoel, die wedstrijd tegen Costa Rica was de beste wedstrijd nog steeds wat mij betreft. Costa Rica die trouwens play-off speelt om het WK play-off te speelt. Halen. Dus juist, die alsnog het WK kan halen. En daar moeten we... Dus theoretisch een betere tegenstander dan Thailand? Precies. Dus... Maar nu kom je dus weer echt op, en dan denk ik dat we zo naar de volgende stelling gaan. Nu kom je dus echt op een punt van, in welke wedstrijd gebruik je hem? Ja. En met welk systeem speel je? Nou, niet eens welk systeem, want hij is een like-for-like replacement met Hilterman. Dus de vraag is, hoeveel geduld heb je om hem vertrouwen te geven? En dat is de vraag die gesteld moet worden aan Menso. Dean heeft veel geduld gehad met hem in de spits. Misschien omdat hij ook geen andere optie had daarin. De vraag is gewoon, hoeveel geduld heeft Menso met onze topscorer om het vertrouwen te geven? En dat is de question. En als je het aan mij vraagt, hebben we niet zoveel ruimte hiervoor, om heel eerlijk met je te zijn. Daar komen we straks op, want de loting gaat plaatsvinden. En ik vrees ervoor dat we alle wedstrijden in juni gaan moeten spelen voor de Nations League. Dus binnen 2 weken gaan we die hele voorronde van de Nations League moeten afwerken. Dus heel veel tijd is er niet. Maar het wordt, dat is de vraag, basically. Oké, dan gaan we even naar de einde.